We zijn de opzomerboom aan het versieren. Ja, dat doen we normaal gesproken een weekje later. 15 december hebben we kerstsoepie. Dat houdt in dat hij nog een hele week kaal is, een beetje saai. En we hebben zoveel speelgoed gedoneerd gekregen de afgelopen jaren, want iedereen heeft zijn huis leeggemest. Dus toen dachten we, laten we er een wonderboom van maken en het inpakken, waterdicht, oranje slinger eraan. Want we krijgen heel veel steun van het Oranje Fonds en het Sint-Laurens Fonds. En we gooien gewoon elke dag verse cadeautjes erin. Ik hoop dat die snel kaal is, dat veel mensen langslopen en iets meenemen. We hebben ook deze kaartjes opgehangen, waarop mensen kunnen lezen dat ze iets mee mogen nemen uit de wonderboom. Voor wie is dat dan, dat speelgoed? Voor kinderen. Denk je dat ze er blij mee zijn? Ja. Het is de bedoeling dat als je langsloopt, dat je gewoon een cadeautje plukt voor jezelf of voor een ander. Want we kunnen gewoon allemaal wel een warme knuffel gebruiken in deze tijd. Dus zo is deze actie ontstaan. Ik ben benieuwd hoe die gaat lopen. Yeah, die auto. Ja, hoppa. Mama gaat helpen. Ja. Zo.